voel me wel eens onveilig, ja. Ter aan je wordt gezeten van je kont. Kom, loop even mee. Of... Ze wil het niet, dus je moet gewoon nu kappen. Ik heb wel mensen uit elkaar gehad. Straatintimidatie. Zo'n 80% van de vrouwen komt er ooit mee in aanraking. En zo'n 80% van de mensen is er wel eens getuige van. En toch zijn er best wel heel veel vrouwen die het moeilijk vinden hoe ze in zo'n situatie moeten ingrijpen. En wat denk je van omstanders? En om dat te leren is er een hele handige training. De Stand-Up 5D training. Kun je online doen, maar ook met een trainer. En dat is precies wat ik nu ga doen. Meerte, wanneer spreek je nou precies van straatintimidatie? Nou, je spreekt van straatintimidatie op het moment dat iemand het ervaart als intimidatie. Dus dat kan echt voor iedereen anders zijn wanneer ze zich geïntimideerd voelen en wanneer niet. Voel jij jezelf wel eens onveilig? Ja, ik voel me wel eens onveilig. Ja, zeker wel. Ja, en dat er aan je wordt gezeten van je kont, denken mensen heel vaak dat dat leuk is. Wel, als je af en toe alleen naar huis fietst, dan denk je wel eens even doorfietsen. Werd nagefloten, worden opmerkingen gemaakt. Toen stond ik in een soort van club en toen werd ik had ze ineens bij mijn onderkant gegrepen, zeg maar. Jullie hebben ook een training ontwikkeld. Ja, klopt. De Stand-Up Against Street Harassment heet die training. Dat is omstandersinterventie aan de hand van de 5D-methode. En die training heeft tot doel om omstanders bepaalde handvaten aan te bieden van hoe zij kunnen ingrijpen op het moment dat ze iets zien gebeuren. Sometimes I think we're so much afraid we don't even think to call for help. Ik zou wat willen doen, maar ik heb gewoon geen idee wat ik zou kunnen doen. Dus ik zou me niet altijd mengen, denk ik, omdat ik misschien me dan zelf ook onveilig zou voelen, maar ik zou denk ik dan wel altijd iemand bijhalen of zo. Wat houden die 5D's precies in? Distract is afleiden, dus eigenlijk op een indirecte manier ingrijpen waarbij het niet direct duidelijk is dat je ingrijpt. Ik moet even mijn tas daar pakken. Precies, dat? Bijvoorbeeld. Delegate, dat gaat echt over het feit dat je het niet alleen hoeft te doen, dus dat is hulp halen. Delay gaat over een stukje nazorg. Dat je naderhand nog even naar iemand toe loopt van, hey, gaat het? Kan ik nog iets voor je doen? Dan hebben we document. Dat gaat eigenlijk over het creëren van eventueel bewijs. En dan hebben we nog direct. Dat is echt waarbij je direct er iets van zegt. Van hey, stop daarmee. Dit is niet gewenst. Ik werk zelf dan achter de bar, dus ik zie het dan ook wel heel veel gebeuren. Dus ik probeer dan wel altijd de meiden die voor mijn bar staan een soort van te beschermen als ik het zie dat ik er wat van zeg. Dat ik de bewaking erbij roep, maar dat lukt niet altijd. Ik heb als iemand weggehaald, gewoon echt werkelijk. Ik heb wel mensen uit elkaar gehaald. Ik zou eerst vragen of alles goed gaat, of hij zich wel oké voelt. Bijvoorbeeld naar dat meisje toe lopen en zeggen, kom, loop even mee. Of gaat het goed? Of wat gebeurt er? Zoiets. Maar ik heb wel eens gehad dat je inderdaad met vriendinnen ergens stond en dat je op een gegeven moment echt tegen een gast zei, ze wil het niet, dus je moet gewoon nu kappen. Ja. Misschien kan je het als vrouw of het algemeen wel sneller herkennen, omdat je zelf ook weet hoe het voelt en hoe je dan reageert en dat je dat dan sneller bij een vrouw ziet. Gewoon op je intuïtie vertrouwen, die hebben we niet voor niks gekregen. Nou, het is wel duidelijk dat straatintimidatie nog te veel voorkomt en dat mensen ook een beetje twijfelen van wanneer moet ik nou ingrijpen, hoe moet ik op een veilige manier ingrijpen. Daarom is de stand-up training denk ik wel een hele goede om in ieder geval de juiste tools te krijgen om echt die strijd aan te gaan op een veilige manier, want dat zijn we waard.